lieve mensen, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin en ik noem mezelf in het dagelijks leven soms Calvin. Nou, vraag eraf, hey Kelvin, hoe kom je op die naam? Nou ja, dat is voor de daarom. Wederom getuige van een geweldig leuke video genaamd, hoe ga ik hem noemen? Ontmoet mijn tweelingbroer. Ontmoet mijn tweelingbroers. Ik ben op zoek naar het leven. En binnen het leven is het zo dat je soms even moet beseffen dat de zon niet elke dag schijnt, maar dat die wel op je staat te wachten in betere tijden. Wat ik probeer te zeggen is dat ik soms op social media zit en dan in één keer, maar ineens uit het niets, besluit iemand om tegen mij te zeggen: hey Kelvin, deze persoon lijkt echt zo erg op jou. Dit is echt jouw tweelingbroer. Oh my god. Vervolgens kijk ik naar de foto van die persoon. Dus ik echt te kijken en dan denk ik echt: What are you thinking? What are you thinking in the brain? Dan denk ik echt bij mezelf: oké, even nadenken. Nee, lijkt totaal niet op die persoon. Ik heb voor vandaag een aantal van die reacties verzameld, of in ieder geval het heb ik niet gedaan, dat heeft iemand anders gedaan. Yo, Jart. Jart heeft een aantal van al die social media dingen waarvan jullie zeggen: yo, deze persoon zou echt zo jouw broer kunnen zijn, want hij lijkt echt als twee druppels water, hoor. Twee druppels water. 1, 2 druppels water. Jart heeft die foto's bij elkaar verzameld, zo van: oké, wie vinden jullie nou blijkbaar mijn tweelingbroer? En dan ga ik vandaag naar kijken en ik ga beoordelen van: oké, is er iemand op planeet aarde waarvan ik denk, die lijkt op mij? Serious? Mijn droom is om een pet ooit op deze manier, zoals dan met een boogje, om dat zo op mijn hoofd te krijgen. Het is oprecht een van de moeilijkste dingen ooit. Kom op. Au. 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 In ieder geval, we gaan vandaag eventjes kijken en we gaan op zoek naar mijn tweelingbroer. Kom gezellig met me mee. Laten we samen kijken naar de foto's van de jongens waarvan jullie allemaal zeggen: hey, dit is echt typisch jouw tweelingbroer, boy. We beginnen met de eerste. Oké. Oh, het is vreemd. Shit is vreemd. Oké, als ik even kijk naar zijn hoofd. Hij heeft een blank hoofd. Dit is echt zo'n gast die Bob heet. Dit is zo echt een Bob. Hij heeft een beetje de kaaklijn. Ik heb ook een heel klein beetje de kaaklijn. Hij heeft een beetje, zeg maar, een medium voorhoofd. Ik heb ook een medium voorhoofd. Hij heeft net zo'n grote neus als ik, ongeveer. Bob, ik zal eerlijk met je zijn. Prima. Prima tweelingbroer. Ik geef jou een 7.6. 7.6. Ik spuug er zelfs bij. So far, so good. Prima, prima. De vraag is natuurlijk of Bob ook van binnen, als persoon, of hij ook zo'n fantastisch geweldige persoonlijkheid zou hebben als ik heb. Maar ja, we kunnen natuurlijk stellen, niemand heeft dat. Dus laten we dat daar maar gaan mee ophouden. Oh, Kelvin, je bent echt een grote klootzak. Je vindt jezelf echt helemaal geweldig, hè? Je bent echt geweldig. Je vindt echt jezelf echt helemaal de bom. Ja, ik vind mezelf fantastisch. Vandaar dat ik me ook altijd met mijn fantastisch geweldige kapsel laat zien. Zo van: hey mensen, kijk even hoe pretty ik ben. Ik heb altijd die fucking. Ik zweer het je. Toen ik begon met YouTube, had ik al jeuk op mijn neus. Als je maar even mijn allereerste video's kijkt, zie je me gewoon de hele tijd krabben aan mijn neus. En tot op de dag van vandaag heb ik het nog steeds. Ik word echt helemaal weird van. Yo, what? Hoe kan het? Je kan niet zeggen dat deze man op mij lijkt. Dat kan het. Zelfs als ik mijn hand voor zijn kapsel haal, kan ik alsnog niet. Dit is gewoon een blanke jongen. Oké, dit is een blanke jongen. Lijkt alsof je uit Polen komt. Maar er is dus iemand geweest op social media, ik weet niet wie. Die heeft gezegd: yo Kelvin, deze persoon lijkt echt op jou. Nou nee. Ik heb niet echt het gevoel alsof deze persoon heel erg op mij lijkt. Hij heeft niet eens dezelfde soort neus. Ik heb echt zo'n soort van gekke, platte, weirde, dikke neus. Hij heeft gewoon zo'n spits neusje. Het is niet eens gelukt om hetzelfde level aan dik neus te behalen dan ik. Als ik. Vind je hem op mij lijken? Ja, een beetje. Dit is een soort Oostblok import. Dat zei je ook. Ja, dat zei je. Hou op, jongen. Hij lijkt meer op jou dan op mij. Kom even naast. Deze man. Hij lijkt me, ik vind hem meer op jou lijken dan op mij. Hij weg? Ja, ik moet weg. Zo'n mooie woonkamer in te werken. En er zit zo'n stink aan. Niet te vloggen. Ja, hey, ga even lekker weg, joh. Vlog je! Hey, rot even op, joh. Fuck jou! Met je Oostblok hoofd. Boom. Het is tijd voor de volgende. We gaan ons even klaarmaken. We gaan even genieten. Het is... Nee! Nee! Dit kan niet! Dit lijkt alsof een hoofd wat gefotoshopt is. Dit is letterlijk iemand uit Harry Potter. Wie vindt dat deze persoon op mij lijkt? Dat kan niet. Ik heb bijna het gevoel alsof hij gewoon foto's heeft opgezocht en dacht van: oké, hier gaat Kelvin wel leuk op reageren. Dit is niet zo. Volgens wie lijk ik op hem? Ik ben super benieuwd naar wie jullie van deze jongens het meest op mij vinden lijken. Wie van deze jongens zou mijn tweelingbroer kunnen zijn? Ik blijf nog steeds bij die eerste gast. Ik blijf nog steeds bij Bob. Bob, als je kijkt. Hé, lekker bezig, Bob. Maar dit komt. Mensen, kom op! Dit komt niet eens in de buurt. Dit is gewoon iemand van Zwijnstein. Dit is letterlijk Gryffindor. Hij is Gryffindor. Oh! Oké. Ah, oké. Oh, oké. Ja, dit is letterlijk gewoon een foto van mij en mijn zusje. Geloof het of niet, maar dit ben ik met mijn zusje van vroeger. Hé, leuk grapje, Jart. Ik dacht dat deze video een soort van zoektocht zou worden naar mijn tweelingbroer. In plaats van: hé, laat ik even babyfoto's van mezelf van vroeger bekijken. Dit ben ik letterlijk met stiekeltjes haar, blauw haar. Ik weet nog steeds niet waarom. En mijn zus, Lisanne. Ah, prank! Dat was een test om te kijken of jij daadwerkelijk dacht dat ik dit was. Als je dat dacht, dan lijkt hij dus op mij. Maar dit ben ik niet. Maar ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik had dit kunnen zijn. Ja, hij heeft iets te, zeg maar, dunne ogen. Ik heb iets grotere ogen. Als je dit zou zien.
zien, dan zou ik denken, oké, dat kan ik wel zijn. Alleen het fucktoppe gebit, dat is dan niet helemaal precies wie ik ben. Als ik even denk over de leeftijd, zou deze jongen, ik noem even Rico. Rico met de stiekeltjes, vind je best wel op mij lijken van vroeger. Yeah. Maar ik vind alsnog Bob. Bob staat nog steeds bovenaan. Bob, je bent mijn boy. Oh! Ah! Nee! Dit is fucked up! Dit is fucked up! Ik word hier oprecht een beetje naar van. Oprecht zou ik dit, zeg maar, op een hele twisted manier, en als ik ooit oorbellen zou hebben, zou ik dit kunnen zijn. Oh, dit is fucked up. Dit is kut, man. Als ik deze foto op Instagram had geplaatst, en een beetje een rare filter, en een beetje zwart-wit, en een beetje erbij had gezet van, kusje aan mijn stiefzus, dan ben ik benieuwd hoeveel mensen het zouden geloven. Oké, deze jongen komt in de buurt van Bob. Ik zet hem. Dit is Pieter. Hij lijkt op een Pieter. Oké, Pieter, als je kijkt. Yo, what's up? Pieter en Bob, jullie zitten ongeveer op hetzelfde niveau qua tweelingbroer van mij, dus jullie maken allebei kans. Nee! Nee! Dit ben ik niet! Mensen zeggen dat ik op hem lijk. Dat hij een soort van mijn vader is. Als ik een bril op doe, dan ben ik hem. Op zich zou het daar nog mee door kunnen. Als ze zou zeggen, oké, Kelvin, dit is je verloren stiefbroer van, zeg, 20 jaar ouder. Dan zou ik misschien nog wel geloven dat de kans aanwezig zou zijn. Alleen ik vind hem als een tweelingbroer, dus iemand die op mijn leeftijd zit. No way. Ik vind hem zelfs misschien wel aantrekkelijker dan mezelf. Hij heeft in ieder geval baardgroei. Ik krijg letterlijk fucked op stoppels en dan moet ik mezelf scheren. En dan krijg ik hier gewoon rode vlekken. Hey, ik heb er ook niet om gevraagd. Mensen, vertel mij, zijn jullie gek in je hoofd of niet? Kunnen jullie wel kijken? Kunnen jullie vergelijken? Hoezo? Lijk ik op deze man? Ik lijk niet op deze man. Zelfs als ik zo zou kijken als hem, ik kom dan niet eens in de buurt. Als je aan mijn broer zou vragen, hey, wie is dit? Zou hij never denken, oh ja, dat is Kelvin. Maar dan met carnaval, toen was hij die punkrocker. Ja, toen dat was hij, man, fucking leuk. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Kut, ik wou even kut zeggen. Sorry voor mijn taalgebruik. Oké, ik zei kutje, moet ik niet meer zeggen. Het is nog steeds een strijd tussen Bob en Pieter, oké? Bob en Pieter doen het prima, maar ik ben nog niet door alle foto's heen. Dus laten we kijken naar de volgende tweelingbroer van mij, waarvan jullie denken, hey, Kelvin, jij lijkt echt op hem. En het is... Jullie zijn grapjes aan het uithalen met mij. Jullie zijn met mij grapjes aan het uithalen. Dit is Joran van der Sloot. Hij lijkt in ieder geval op Joran van der Sloot. Waarom vinden jullie dit? Nou is het niet meer leuk. Ik probeer echt iemand te zoeken waarvan jullie zeggen, hij is jou. Het enige wat ik krijg is foto's van moordenaars. Ik ben geen moordenaar. Ik had zo gehoopt dat ik iemand zou vinden waarvan ik dacht, hey, jij bent op hetzelfde moment uit dezelfde moeder als de mijne geboren. Een geheim wat mijn ouders altijd al voor mijn geheim hebben gehouden, moet nu aan het licht komen. Met het enige wat ik zie zijn foto's van Joran van der Sloot. Oké, we gaan door. Dit is letterlijk Niall Horan. Dit is Niall Horan. Er was een tijd. Mijn kapsel was dit. Zo. Dan lekker zo. Yo man. What's up man? I'm from One Direction. I'm like the Scottish one from One Direction. Let me show you how this is going down. Let me show you. There you go. I am Niall from One Direction. There is no place to hide. I don't want to. I don't like to. But I want to go down the road. I want to. And I want to go down the road. Ik zing ook maar wat. Ik raak mezelf helemaal kwijt in de muziek. Misschien ben ik wel Niall. Misschien ben ik diep van binnen de Schotse of Ierse, ik weet niet precies meer wat hij is. De Engelse, de ex-zanger, de ex-gitarist van One Direction. Mijn favoriete boyband ter wereld ooit. Sorry, ik weet echt niet wat de fuck ik aan het doen ben. Ik probeer het. Daar gaan we. Oh. Nee, ik denk toch dat Bob en Pieter gaan nog steeds lekker. We gaan door met de volgende. Wow! Nee! Dit is fucking weird! Dit kan niet! Dit is zo messed up! Kijk, het feit dat ik precies weet om welke persoon dit zou moeten gaan, geeft al aan dat ze op mij lijkt. Ik heb mijn tweelingzus misschien wel gevonden. Dit is mijn tweelingzus. Deze is creepy. Dit is fucked up. Ik heb oprecht denk ik mijn tweelingzus gevonden. Mijn ginger tweelingzus. Hey Kelly, alles goed met jou? Hey, laten we eens een keer gaan chillen. Hey, je bent mijn zusje. Kun je even naar mama toe? Ik begin steeds maar aan mezelf te twijfelen. Heb ik niet gewoon een drieling of zo? Van Bob en dan Kelly en dan mij? Wacht eens even. Op het moment dat ik... Maar toen ik in het ziekenhuis... En toen werden we... En ik ben geboren op... En nee, dat kan niet. Maar toen jij... En toen ik... En toen de zuster... En toen de verpleger... En toen mijn moeder... En toen met de babykaart... En toen met de foto's... En toen... Nee, kan niet. Maar toch vind ik deze nog steeds... Hoe lang ik er ook naar kijk... Ik vind dat een beetje eng. Als je nu kijkt, lieve Kelly... Ik vind jou niet eng... Maar ik vind het feit dat je op zich best wel wat overeenkomsten hebt met mijn kop... Ik vind het een beetje creepy. Bob en Pieter staan nog steeds bovenaan. Ik ga door naar de volgende. Is dit mijn lookalike? Ah! Oké. Okay. Ja. Ja. Dit is hem. Dit is hem. Dit is hem. De kat. Ik ben die kat. Voor de mensen die het niet weten, dit is mijn broer. Nee, dit is niet mijn tweelingbroer. Dit is zeg maar mijn broer van 2 jaar ouder. Het soort van 2 jaar broer. Niet tweeling, 2 jaar.
topgrap. Leuk, leuk. Ha! Het is soms zo moeilijk om met mezelf te leven. Echt. Soms hoopte ik dat je tijdens kerst gewoon jezelf mocht weggeven aan iemand anders. Dan was ik gewoon van mezelf af. Dat is mijn broer. Maar mijn broer telt niet mee. Oké, dit is Kai. Kai is niet mijn tweelingbroer. Kai is mijn bloedbroeder. Dus dat is geen enkel probleem. Mensen, het is tijd om te kiezen. Is Pim mijn tweelingbroer? Of is Pieter mijn tweelingbroer? Ik zei Pim, hè? Ja, ik zei Pim. Jij lijkt ook een beetje op een Pim. Bob, Bob. Dit ben jij. Oké, leuke glimlach. Mooi kapseltje. Geen enkel probleem. En dan Pieter. Ja. Ja, het zou. Het is een beetje creepy. Mensen, voordat ik uitsluit zou geven over wie mijn tweelingbroer is, ga ik jullie nog heel even wijzen op het feit dat ik bijna een 500.000 abonnees heb. Wat betekent dat ik iets heel erg speciaals ga doen. Maar je moet nog even abonneren op mijn kanaal. Dat is leuk. 500.000 mensen. Dat is gewoon 500.000. Dat is meer pakjes boter dan dat er in de supermarkt staan. En dat zijn er veel, hè? En geef natuurlijk even een duimpje omhoog op deze video als je het leuk vindt. Oké, het moment is daar. We gaan beslissen. Pieter, Bob, jullie staan allebei naast mij. Jullie hebben het ver geschopt. Jullie zitten in de finale. De finale van de Next Twin Brother of Calvin. Ik wens jullie allebei heel graag willen winnen. Maar er kan maar één de winnaar zijn. Nederland heeft de stem laten horen. De jury heeft besloten. De winnaar van de Next Twin Brother of Calvin 2017 is... Pieter! Ja! Yeah! Oh my god, Pieter! Pieter! Lekker, lekker bezig, man! Pieter, wat gaat er door je heen? Laat me weten wat er door je heen gaat. Calvin, ik heb inderdaad gewonnen. Bedankt voor deze mooie kans. Mijn naam is inderdaad Pieter. En oh ja, ik heb al stiekem een halfjarige relatie met Nina. Terwijl jij het niet wist. Ze heeft niet eens te horen dat ik niet jou ben. Ah!